Welkom bij de Test Jezelf van hoofdstuk 2. Wat heb je hiervoor nodig? Je hebt nodig een blauwe stift, een rode stift en een groene stift. En die kan je nu even pakken of je noteert het op een blaadje uiteraard als blauw, rood en groen. Als je even de stiften wil pakken, dan moet je nu even je filmpje pauzeren. Dan kan je ze even pakken. We gaan beginnen. Je krijgt dadelijk een vraag en elke keer als er een vraag staat, dan loopt er ook een klok mee. En die klok die duurt namelijk 30 seconden. En na 30 seconden moet je weer je volgende antwoord gaan geven. Daar gaat hij dan. Eerste vraag. Een oplossing. Is blauw altijd helder, nooit helder of altijd troebel? Blauw altijd helder, rood nooit helder, groen altijd troebel. De afkorting KCHA staat voor klein kalium calcium afval, kurk karpetten afval of klein chemisch afval. Blauw kalium calcium afval, rood kurk karpetten afval en groen klein chemisch afval. De afkorting K staat voor blauw, de stof is kalium, rood, de stof is kak, of groen, de stof is calcium. De K, de afkorting, staat voor blauw, kalium, rood, kak en groen, calcium. Rode koolsap kleurt met een zeepachtige stof. Kleurt die blauw, rood of groen? Dus kleurt rode koolsap met een zeepachtige stof. Blauw, rood of groen? Volgende. Het gevarensymbool wat je hier ziet, is dat corrosief, blauw, rood, brandbaar of groen, irriterend? Blauw, corrosief, rood, brandbaar of groen, irriterend? GFT-afval, daar gaan we het nu over hebben. GFT-afval kan op de composthoop, dat is blauw. Kan in de grijze container, dat is rood. En moet dubbel verpakt worden aangeleverd, en dat is groen. Dus blauw kan op de composthoop, rood kan in de grijze container. Of groen moet dubbel verpakt ingeleverd worden. GFT-afval. De afkorting AU, waar staat die voor? Staat dat voor blauw, dat is goud. Rood, het staat voor intense pijn. Of groen, de stof is zilver. Blauw, goud, rood, intense pijn. Of groen, zilver.
Volgende vraag. Een mengsel bestaat uit blauw twee stoffen, rood meer dan één stof of groen weet ik veel wat je bij elkaar hebt gedaan. Dus blauw bestaat uit twee stoffen, rood bestaat uit meer dan één stoffen of groen weet ik veel. Ik weet niet hoeveel stoffen je bij elkaar gedonderd hebt. Dit gevaarsymbool staat voor corrosief, giftig of irriterend. Blauw corrosief, rood giftig, groen irriterend. Een pH van 13. Is dat een blauw zure stof, een rood een neutrale stof of groen een zeepachtige stof? De pH van 13, is dat een blauw een zure stof, rood een neutrale stof of groen een zeepachtige stof? Wat is een stofeigenschap? Blauw de dikte, rood de geur of groen de massa? Wat is een stofeigenschap? Blauw de dikte, rood de geur of groen de massa? Bij hergebruik, daar hoort bij blauw papier in de papierbak, rood compost of groen statiegeldflessen van glas. Dus bij hergebruik hoort daar papier in de papierbak, blauw, rood composthoop of groen statiegeldflessen van glas. Een mengsel van twee metalen, heet dat blauw een legering, heet dat rood een suspensie of heet dat groen een foutje? Een mengsel van twee metalen, is dat blauw een legering, rood een suspensie of is dat groen een foutje? Zuurstof, heeft dat de afkorting blauw Z, rood O of groen L? Zuurstof, heeft dat de afkorting blauw Z, rood O of groen L? Wat gebeurt er met de warmte die vrijkomt bij verbranding van afval? Wordt daar blauw, daar wordt elektriciteit mee opgewekt. Rood, daarmee wordt water in kanalen opgewarmd. Of groen, dat verdwijnt in de lucht. Dus wat gebeurt er met de warmte die vrijkomt bij verbranding van afval? Blauw, daar wordt elektriciteit mee opgewekt. Rood, daarmee wordt het water in kanalen opgewarmd. Of groen, dat verdwijnt in de lucht. Water, dat bestaat uit de atomen waterstof,
of rood, atomen waterstof en zuurstof, of groen, de atomen water. Dus water bestaat uit de blauw atomen waterstof, rood atomen waterstof en zuurstof en groen atomen water. Rode koolzak kleurt met een zure stof. Blauw, rood of groen? Rode koolzak kleurt met een zure stof. Blauw, rood of groen? Een pH van 3, is dat blauw een zure stof, is dat rood een neutrale stof of is dat groen een zeepachtige stof? Een pH van 3, is dat een zure stof, blauw, is dat rood een neutrale stof of is dat groen een zeepachtige stof, oftewel een basische stof? Hoe heet de stof die water en olie laat mengen? Is dat een conditioner? Is dat rood een emulgator? Of is dat groen een conserveringsmiddel? Hoe heet de stof die water en olie laat mengen? Is dat blauw een conditioner? Is dat rood een emulsie? Of is dat groen een conserveringsmiddel? Dit gevarenteken, is dat het teken voor blauw corrosief? Is dat giftig, rood, of is dat groen irriterend? Blauw corrosief, rood giftig of groen irriterend? Dit was de laatste vraag. Je krijgt dus nu in beeld je antwoorden. Het zijn 20 antwoorden als het goed is. En ik hoop dat je er voldoende goed hebt. Succes ermee! Je kan het filmpje weer op pauze zetten om de antwoorden te kunnen controleren. Doei doei!